Floor denkt na over Tim. Gek eigenlijk, dat ze zo weinig over hem weet. Ze werkten al 2 jaar samen in de Gouden Kraai. Bovendien is Floor vaak op de boot. Al zal dat nu wel voorbij zijn, denkt ze. Tim is altijd erg stil en is meestal niet in de woonkamer, als Floor daar met Joost zit. Tim is erg onzeker. Hij staat niet graag in het middelpunt. Floor moet even lachen als ze denkt aan die stiekeme telefoongesprekken die Tim altijd voert. Hij mag eigenlijk niet telefoneren op het werk, maar neemt altijd even de tijd om snel op te nemen. Hij staat dan weggedoken in een hoekje achter de bar. Hij wil niet dat iemand hem ziet. Floor vraagt zich af met wie hij altijd staat te bellen, zo laat op de avond. Inmiddels gelooft ze niet meer dat het een meisje is. Als Floor thuiskomt, schiet haar te binnen dat er vrijdagavond rond 2 uur een man voor Tim in het café was. Hij was erg vriendelijk, maar ook een beetje zenuwachtig. Misschien moet Floor de politie over hem vertellen. Vrijdagavond is Tim immers voor het laatst gezien. Inspecteur Thorn gaat net weer achter zijn bureau zitten na een teamvergadering, als de telefoon gaat.